Twee weken geleden kwam Fred van de M uit Eindhoven al op vrije voeten en gisteren mocht dus ook Dick O. uit Sint-Michielsgestel weer naar huis. Justitie heeft namelijk te weinig bewijs om de mannen langer vast te houden. Een behoorlijke tegenvaller, al denkt justitie daar anders over. Als je kijkt hoe de misdaad is uitgevoerd en hoe weinig we daarover konden zien en horen, zijn we al eigenlijk heel ver gekomen. En dat maakt juist ook dat we eerder hoopvol zijn dat het uiteindelijk toch tot een goed einde komt. Alleen daar hebben we meer tijd voor nodig. Maar dat de twee mannen uit Eindhoven en Sint-Michielsgestel vrij zijn, betekent niet dat ze geen verdachten meer zijn. De derde verdachte, Igor de L. uit Eindhoven, zit trouwens nog wel vast, omdat hij ook wordt verdacht van de juwelenroof van afgelopen maart tijdens Indoor Brabant in Den Bosch. De verwoestende brand in juli vorig jaar werd veroorzaakt door twee auto's die bij het gemeentehuis naar binnen werden gereden en in brand werden gestoken. Een van de auto's die daarbij gebruikt werd is een blauwe Volkswagen. De drie mannen maakten veel gebruik van die auto en bovendien zouden ze vlak voor de aanslag gefilmd zijn terwijl ze jerrycans met benzine vulden. Maar dat is dus niet voldoende bewijs gebleken om de mannen langer vast te houden.